Oké, dus als ik het goed begrijp. Je probeert ons 3 keer te vermoorden. Daarna zeggen we 1 keer van, hallo, was je taak ook alweer? Je wordt wakker geschud. En nou help je ons anderen te vermoorden. Oké. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben terug, jullie enige echte Shape. In de vorige aflevering hebben we dus zeg maar weer onze asses gekickt door Beatrix en hebben we allemaal 1 AP gekregen. Wilma B die lag er even voor Pampers bij, maar vanwege de kracht of fantasie, denk ik maar, want het heet Final Fantasy voor een reden, hebben we dus nu op het moment dat Wilma B gaat samenwerken met degene die haar ras heeft uitgevoerd. Ik weet niet hoe dat het werkt, laten we het maar gewoon induiken. Maak je geen zorgen. Oké, nou wij gaan snel naar via de achteruitgang. En krijgen we nou dus dat we als Beatrix mogen vechten? Wacht! Bendersnijd. Bijt hun hoofd eraf. Oké. Dus wij mogen als Beatrix gaan vechten? Oké, nou die heeft waarschijnlijk een ton van HP. En ik weet niet hoeveel MP, want die kon ontiegelijk vaak die aanval gebruiken. En dat lijkt wel op een Pokémon. Wacht eventjes. 795 health. 77 MP. Serieus, dat was 1 aanval van de Towler. Hoe ben je in 1 keer zo gedowngrade? Nou, 2 klappen en dat was het. Daar niet van. Maar ik bedoel, serieus. Hoe kan... Oh, zoveel HP had ze dan nog over. Denk ik. Dan zou ik dus een potion op haar moeten kunnen gebruiken of iets. Nee, eventjes om de grap eventjes erin te laten. Dat... was haar echte maximale HP. Dus... ja. Is hetzelfde als wat ze dus zeg maar met Leroy in het begin van de aflevering hebben gedaan. Mocht je dat vergeten zijn, dan kun je dat natuurlijk altijd even terugkijken. Bij aflevering, ik geloof, 2 of 3. Dat we, ik weet niet hoeveel klappen aan Leroy hebben moeten geven tot hij alles kon overleven. Maar op het moment dat hij onze part ging, dat hij zelf nog niet eens 300 HP had. Nou zien we dus zeg maar dat Black Mages op ons worden gestuurd. Fluffy hondjes worden op ons afgestuurd. Alles gooien ze op ons af. Maar vergeet niet, we hebben nou Garnet, zeg maar, die ons, zeg maar, of ja, Zelda, die ons nou op dit moment ook weer kan helpen met healen. Nou, summonen, dat is dus, zeg maar, al onze krachten om te summonen, die zijn nou dus bij Zelda weggehaald. Maar, maak je geen zorgen, summon zit in dit spel en wordt ook nog, natuurlijk, komt ook nog terug. Aangezien dat Leroy en Towler weer samen zijn, kunnen ze dus, zeg maar, weer de geweldige krachten doen van, en was dat een Daga? Maar kunnen ze dus zeg maar weer hun powers combinen. En jij doet Blizzara, ik doe Blizzara. En dit is type C. Dat is dus weer een sterkere versie als die we in Clyra hebben gevonden. Maar we zitten nou samen met Zelda en Leroy. En die hebben echt heel erg veel experience weer nodig. Omdat, ja, zoveel battles hebben hun niet echt gehad. Dus, ik ben zo blij dat ik hier ondertussen kan cure. Daar ben ik echt blij om. Oké, nou Blizzara, hartstikke leuk. Doet decent schade. Tegen ze allebei. Oké, Fire daar. Ja, weet je wat, doe jij maar een gewone standaard aanval. Ik bedoel, zoveel schade doet dat niet. Denk ik. Oké, dat is weer een Black Mage down. En... nou, weet je wat. Doe maar een Tundara, maakt niet uit. Auto Potion! Eigenlijk kan die nou uitgezet worden aangezien dat Zelda weer terug in ons team is en we kunnen weer curen. Ik bedoel, potions willen we echt voor momenten eigenlijk houden tot we ze... ja, niet echt meer nodig hebben. Dus ja, tot we ze juist wel nodig hebben. Want nu hebben ze ze niet echt nodig, omdat we hebben dus zeg maar een healer in ons team. En iedereen is een level omhoog gegaan. We krijgen weer een high potion erbij en daar zijn we heel erg blij mee. Dus mag ik eventjes heel erg snel naar mijn informatie in? Want ik wil eigenlijk dus zeg maar het een en ander equippen dus. Bij de Towler, dan wil ik wel eventjes de ability auto potion... nee, AdSense moet aanblijven. Die auto potion die mag dus uit. En dan kunnen we Insomnia kunnen we aanzetten. Wat zeker heel erg handig is, want dat zorgt ervoor dat we nu geconfused kunnen worden. Oké, nou Zelda, eens even kijken. De Metro Rod, jij bent Silence aan het leren. Wat doet Stardust? Ability Up, ja. Waar leer jij die nou mee? Nou, die heb je bijna al geleerd. Dus Jelly ben je daar aan het leren. Kan ik hier jou iets nieuws geven? Nee. Kan ik jou hier iets nieuws mee geven? Nee. Ja, het is echt die Metro Rod die dus zeg maar kan vervangen worden en dan Reflect en Float leren, maar... ja, je moet Silence nog leren, dus dat heeft weinig nut. En hoeveel ben jij ondertussen? Nou, jij hebt hem bijna ook geleerd, dus we kunnen bijna wapens veranderen. Hoop ik. Dus laten we maar gewoon doorlopen. We kunnen heel weinig doen met de verandering van. Maar ja, we hebben in ieder geval de ability kunnen aanpakken. Dus het is nu de tijd om echt weg te rennen. En we moeten vechten tegen Fluffy McFluffy.
Fluffy McFluffy. Dat wordt gewoon de titel van deze aflevering. Fluffy McFluffy. Ik bedoel, serieus. Het lijkt op een hond met... Ja, het lijkt op een oversized fluffy hond. Je weet wel, die honden die ze vroeger altijd eigenlijk hadden. Weet ik van waar vandaan, waar ik in naartoe ga met deze sentence. Maar daar lijken ze op. Oké, okay, nou in ieder geval... Ze hebben heel erg veel bond, dus ik denk dat vuur eigenlijk heel erg effectief zou zijn. Maar aangezien dat we Fire Run nog niet op het moment aan het leren zijn, denk ik dat het het handigste is om gewoon een ijsaanval erin te gaan doen. En kijken of die haartjes zo enorm kunnen bevriezen. Ik wil het gewoon gaan proberen dus. Oké, nou eentje die heeft het eigenlijk een beetje, die had zoiets van nee, het is mij veel te koud, dus daar hou ik niet van. Oké. 342, nou daar overleef jij wel joh. Hoppakee! Wat kan Leroy toch boos kijken als hij gewonnen heeft? Oké, nou Silence hebben we geleerd. Dus dat is één ding dat we nou dus gedaan hebben. Dan kunnen we nou wel die andere wand eindelijk even equippen. Dus die doen we gelijk al eventjes equippen. Zonder dat we daar even zo lang mee bezig zijn. Meteor Rod kan uit en deze kan aan. Meer aanval, kracht en meer magic voor ons. Reflect, sorry, ervoor. Mocht er vijand zeg maar een spreuk op ons doen, dan kaatsen wij die spreuk automatisch terug. Dus dat is altijd heel erg handig. Waar is Leroy G? Sinds wanneer maak ik me daar zorgen over? Hey, schiet op! Wat doe ik eigenlijk hier? Wat is het probleem? Beatrix heeft de koningin altijd al die jaren eigenlijk gevolgd. En nu draait ze om en ze vecht ze tegen de koningin. Ik snap het niet meer. Wilma B is al haar maten en zo heeft ze verloren. En ze blijft de prinses beschermen. De koningin zal nooit haar hun vergeven. Ze zal hun allebei killen. Ah, Leroy, wat beter als ze. Zeepie. Ik weet het. Wij zijn niet met een goede pad begonnen, maar ik heb een verzoek. Oh, gaan we nou in één keer weer heel erg mushy en lief doen tegen elkaar? Ik vraag jou om de prinses naar het kasteel uit te brengen en naar de dokter Tot te brengen. Ik weet zeker dat dokter Tot met een plan kan komen en ons kingdom kan redden. Ja, makkelijk. Ik bedoel serieus. Ik ben een kei in het ontsnappen, zoals je weet. Hey, maak je geen zorgen, Leroy. Wij krijgen haar dan wel. Zeepie, Master Towler, ik reken op jullie. Leroy, dan kan ik je geen roesbak meer noemen. Prinses! Ik zeg, tot ziens. Vaarwel. Leroy G. Iedereen vecht voor mij. Ja, yep, dat klopt. Ze zijn allemaal aan het vechten voor jou. En voor Alexandria. Maar meer voor jou. En we moeten dus zeg maar verder gaan. Dus we geven alles wat we hebben. Dus. Even kijken. Zo weer even move aan. Oké, dus we moeten doorlopen. Net zoals we hun aan het doen zijn. We kunnen niet stoppen nu. Kom op. Come on. Maar... Geen gemaar, we hebben namelijk bezoek van Fluffy McFluffy. Of Fluffy McFluffy, ik weet het niet meer. Eén van die twee, titel staat boven, daar heb je die naam. Ja, deze battles zijn gerequest, maar Leroy die is dus zo vriendelijk geweest om eigenlijk ons hier weer achter te laten. Dus, ja. Vind ik eigenlijk best wel vervelend. Oh, wacht eventjes. Ja, weet je wat, doe jij maar gewoon even aanvallen. Oh, jij slaapt. Oké, nou weet je wat, we doen Tundara tegen jou. Eigenlijk al was Blizzara beter geweest, maar dat maakt niet uit. Want we killen het toch wel. Nou, ondertussen dat Zelda alweer aan het slapen was. Zelda is echt een slaapkop deze aflevering, kan er heel weinig aan veranderen. Die heeft nou ability opgeleerd omdat het van twee items eigenlijk afkwam, waardoor dat ze nou ability op aan het leren was. Dus het ging eigenlijk best wel goed. En ik hou van mijn waaier, want jeez, wees het warm. Nou ja, vandaag is het eigenlijk een beetje cool, dus... Oké, nou laten we verder gaan. Hadouski! Hadouski! Wat denk je? Dit gaat niet makkelijk worden. Oh, wacht. Dit gaat niet makkelijk worden. Ik vind het eigenlijk best wel zo komisch. Maar laten we eventjes voor de grap. Omdat, ja, we hebben net die grap in die ene aflevering gedaan. Dus waarom, of in deze aflevering gedaan. Dus waarom ook niet eventjes kijken hoe dat met HP zit. Oké, ze heeft dus nou 8... Nee, wij hebben meer HP, zo ziet het eruit. Ja, dat is haar maximale HP en ze ligt gewoon te slapen nu. Ze ligt gewoon te slapen nu. Beatrix, waar wij 3 keer door geboond zijn, ligt nu gewoon te slapen. Oké, nou laten we eens even gaan kijken wat die Psyking kan doen. Hebben we er eentje? Juist. Oké, dan doen we zo'n finishing move die je een paar keer al tegen ons hebt gebruikt.
Dat deed veel minder schade als dat je het tegen ons gebruikte. Serieus, wat is dit voor onzin? Ja, dat is ook een script. Daar kan ik ook niks aan doen. Ugh. Nou ja, we krijgen in ieder geval genoeg experience daarvoor. En daar zijn we eigenlijk best wel blij mee, denk ik zo. Ik snap niet waarom dat Beatrix ook experience moet gaan krijgen. Maar blijkbaar krijgt hij dat ook. Dus ze zijn sterker dan ik dacht. We zijn nog niet uit het gevaar. Hey, Beatrix. Wil maar bier. Leroy G, wat doe jij hier? Ik ben kapitein Albert Leroy G van Alexandria. Alsjeblieft, geef mij de eer om jullie te helpen. Jullie moedige ridders. Genoeg met je geklets. Vechten! Oké, Wilmabie. Oké, dus nou zijn ze met z'n drieën. Mogen we dus met z'n drietjes vechten? Al konden wij het makkelijk al aan met z'n tweeën, maar dat maakt niet uit. Dus weer van die Fluffy McFluffies. Fluffy McFluffies. En ja, Leroy kan dus nou niet zijn magische spreuken weer doen, maar we doen wel gelijk een kritische aanval, wat eigenlijk heel erg handig is. Oké, nou, ondertussen doen we gewoon weer een keertje een stokbreker tegenaan en jij doet nog eens een keer die aanvallen. We krijgen een Tundara aanval, maar dat maakt niet echt zoveel uit. En Beatrix, serieus, hoe kun jij nog maar zo weinig HP hebben en was jij zo moeilijk te verslaan? Ik bedoel, wij hebben jou veel meer klappen gegeven als dat, nou ja. Oké, we hebben flink veel schade genomen nou ondertussen. Maar daar komt stokbreek weer, want dat doet tenminste MP, want blijkbaar kunnen we die nou niet heel vaak mee gebruiken. En Wilma B maakt het af met een grote low kick swap met de speer en hebben gewoon gewonnen. Yay! Oké, dus Rijswind hebben we eindelijk geleerd, dus Wilma B kan dus zeg maar nou een nieuwe speer equippen. En ja, we komen weer automatisch terug bij deze gasten hier. We kunnen nou naar de Moogle. Er zit als het goed is weer die Moogle daarboven. Dan kunnen we eventueel gaan opslaan en alles. Maar is niet echt nodig. Dus ik zeg, ja, laten we gewoon doorlopen. En deze ruimte ziet er bekend uit. En raad eens wat er gebeurt als wij hier naartoe lopen. Wat de hel? Oh mijn god. Ze zijn er weer van gevallen. Ze zijn heel dom. Jullie schavuiten, sukkels, bamihappen. Schavuiten zullen we misschien wel zijn, maar we zijn heel erg slim. Hey, hoe gaat-ie? Zeepie, ben je in orde? Blank! Yep, Blank is weer hersteld dankzij Marcus. Ik wou Marco zeggen. Om eventjes daar een flashback van te krijgen, want het wordt niet echt uitgenodigd dat er hier dus zeg maar een flashback is. Bro, hier naartoe. Hey, wacht eventjes. Mijn lichaam voelt nog steeds een beetje stijf aan. We moeten opschieten. Zeepie en Zelda zitten in de problemen. Wie is Zelda? Zeepie's nieuwe vriendin? Wat? Je weet niet? Oh, wacht, ja. Weet wat? Waar heb je het over? Ja, hij is de hele tijd versteend geweest, hè. Sinds dat we daar bij de forest zijn geweest, dus Blijf gewoon remmen. Jeez, ik ben de hele tijd versteend geweest. Ik voel me een beetje stijf. We zijn recht hier naartoe gerend van de Evil Forest. Oh, ik hou van jullie. Dus nou worden we gered door hun. Zeepie, je kunt de Gargant hier beneden rijden. Wat is een Gargant? Blank! Marcus! Ja, ga je weg. We rekenen wel met deze gast af. Er zijn weer slechteriken aan het komen. Hey, jongens, dit biertje de volgende keer aan mij, hè? Serieus, laten we hier wegwezen. Running! Dus echt, Shizzle is McRizzle is echt raar, want oké, nou, hier zijn we dus. Dus dit is Gargant Roo. Zelda, ben je in orde? Oké, vergeet me dat ik het gevraagd heb. Je hebt een heleboel in je gedachten. Er komt iemand aan. Is dat een Gargant? Oh, die zijn groot. Rijden we op dit ding? Ja, laten we gaan. We hebben geen tijd om te wachten. Zelda! Ik weet niet meer wat ik moet doen! Oh, kom op, serieus. Waarom denk je dat iedereen achter is gebleven? Ja. Ja, ze zijn aan het vechten voor jou. Maar ook, weet jij diep van binnen dat ze moeten vechten. Beatrix, Wilmabie, Marcus, Blank, zelfs Leroy. Soms kun je niet over alles denken, serieus. Je moet luisteren naar je hart. Wijze woorden. Oké, dan. Oh jee, ze lieten mij gewoon bijna achter, zag je daar? Gemeen, hè? Waar gaan we naartoe? We gaan naar Tredo.
Wacht, het was Leroy's stem. We gaan naar Treno. We zullen daar wel zo zijn en dan kunnen we kijken wat we daarna doen. Yikes! Dat is... Is dit waar de Gargant bang voor was? Ik geloof dat deze erger is als de herder waar ik in ben gekomen. Wees voorzichtig! Ja, we hebben dus weer een nieuwe boss battle. Dit is een andere slang die dus anders te werk gaat als de slang die we al eerder hebben gevonden met Zelda een paar afleveringen terug. Deze is ietsje sterker en ja, een beetje gevaarlijker, maar zwak tegen ijs. De strategie wat we hier zoveel mogelijk voor willen gebruiken is stealen natuurlijk, zodat hij geen wapens meer heeft. Zoveel mogelijk aanvallen, ook al is het als Zelda die niet zoveel schade zou kunnen doen. Wil je dus zeg maar... Oh, dan gaat hij aanvallen. Oh, dan gaat hij compact worden. Dan willen we dus Blizzard erop gebruiken. En als hij dat zeg maar doet, dan verdedigt hij zichzelf voor fysieke aanvallen. En daar willen we dus zeker voor uitkijken. Ik denk dat ik alleen maar reflect op degene kan doen die dat even nou op dit moment goed nodig hebben. En vergeet niet, reflecting zorgt er dus voor dat er dus zeg maar magische spreuken geen effect hebben op het karakter, maar dus keihard hard terug worden gedaan. Dus even als grap, mocht er nou Blizzard op mij gedaan worden, natuurlijk word ik gestabbed. Oh, dat is de touwler die gestabbed wordt. Maar mocht dat dus zeg maar nou gebeuren, dan krijg je dit. Dan wordt het automatisch dus zeg maar weerkaatst naar degene en doet het zoveel mogelijk meer schade. Dus best wel leuk om dat eigenlijk zo te doen. Oké, wij doen nog een keer een steel aanval. De touwler is nou onze damagebringer. Het enigste nadeel is, je weet niet hoe lang dat dit gaat worden. Dus, Soundwave. Oh jee, we hebben eentje, die is nou mini. Blizzara, doe hem op jezelf. Ja, dat is mogelijk. En als ik me niet vergis, is... Ik dacht dat ik hier een... Nou, ik heb hier niks zeker. Oké, dan maar een remedy. Oké, jij doet weer een steel. Kun jij nog een keer Blizzard doen? Ja, doe hem nog een keer op jezelf, want mijn reflect is ondertussen al uitgewerkt. We konden weer niks stelen. Oké, dit is de laatste keer dat we Blizzard kunnen doen. Daarna moeten we echt weer MP eventjes herstellen. We hebben gewonnen. Yep, we hebben gewonnen. Mocht je deze te weinig schade doen en hij is bijna vernietigd, dan rent hij weer weg, net zoals wat we bij andere vijanden hebben gezien. Dus daar wil je voor uitkijken. Maar ondertussen hebben we Soul Blade en heel veel andere dingen geleerd. Dus daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Dit gaat eigenlijk best wel gunstig. Dit gaat eigenlijk best wel goed. Daar ben ik blij om. Oké, het leeft weer. Maar waarom zo langzaam? Hey, schiet eens op! Hey, niet schreeuwen naar het beest. Het beest moet echt doodsbang zijn. Maar het is... Dit gaat al sneller. Goed zo! Nee, Zeepie, kijk! Hey, we hebben hem verslagen. Dammit. Het volk achtervolgt ons. We zullen Treno passeren als we niet snel stoppen. Damn. Maar daar hebben we Treno. Jongens. Heel mooi die Oglops. Miep, miep. Tot dat ik nooit eigenlijk door die tunnels wees gegaan. Ik denk dat we net... Ik denk dat we net Treno gepasseerd zijn. Verdorie! We kunnen niet eraf springen op deze snelheid. Zeepie, kijk! Wat? De verdorie! Oh, de tunnel! We gaan vallen! Hou je vast! Is dat een uitgang? Ouchies! Moeder! Uwe Majesteit. Je staat in mijn weg. Ga weg, jij onderdaan. Laat ons erdoor. Ik heb strikte orders gekregen van de koningin om niemand van jullie door te laten. Ik zal eventjes laten werken dat jullie er zijn. Vertel wat je moet!
De koningin's gasten zijn gearriveerd. Zullen we ze binnenlaten, misschien? Ik zal even eens vragen. Blijf hier. Gasten. Uw majesteit. Gasten. Jawel, majesteit. Laat de gasten door. En jullie twee moeten opdonderen. Wat betekent dat? Queen Brain is behoorlijk boos op jullie. Serieus, met de prinses laten ontsnappen met de pendant. Jullie moeten gaan nu. Wat moeten we nu doen? We kunnen niet leven zonder de koningin's guidance. Dus we moeten eerst ervoor zorgen dat de gasten binnenkomen. Ah, Zorn en Ton die zijn dus helemaal nou van het padje af omdat ze dus zeg maar zo gefaald hebben. Lekker voor je. Ik ben een olifant en samen met mijn vriendjes. Oh. Oh, wat een uitzicht. Wie ben jij? Ga aan mijn kant. De koningin heeft me opgeroepen. Serieus. Wees rustig voordat je naar de koningin gaat. Heb je enig idee tegen wie dat je aan het praten bent? Ik ben Lani. De beste en de meest mooie bounty hunter in de wereld. Oké. Ja, het is zeker. Ik ben vereerd om je te ontmoeten, uw majesteit. Ik hoor dat dingen niet zo goed zijn gegaan. Heb ik geen manieren. Oh, dit is wat ik ervoor krijg om jullie te inhuren. Oh, ik weet zeker dat je me niet hebt ingehuurd voor mijn manieren, uw majesteit. Jullie hebben twee doelwitten. De eerste is om de pendant, dat is een schat die de prinses Garnet heeft, om die terug te krijgen. En de andere is om een Black Mage te vernietigen die met hun meereist. Wat is dat? Dat is een zieloze golem. Een defecte die loopt rond. Vrij. Ik weet niet wat er gebeurd is tussen jou en de prinses. Maar wat ik merk is dat ze zullen zich wel verzetten. Krijg gewoon die pendant terug van dat rare wijf. Ah, mijn bel is blij om dat te horen. Het zal niet lang duren. Tot ziens, uw majesteit. Ja. Is het waar dat er een jongen met een staart meereist met de prinses? Ja, die vervloekte naap! Ik zou je een extra beloning geven als jij hem even uit de weg ruimt. Ik had gelijk. Ik zal hem uitschakelen. Of ik zal jouw request accepteren als ik hem heb uitgeschakeld. Oké. Oké, ik kom eventjes met de report. De Alexandrian dinges die is terug van het van huis. En we zijn klaar om te vertrekken op de Red Roos. Ha, geweldig. We vertrekken onmiddellijk. Oké, wat is de olifantenvrouw van op dit moment van plan? Ik weet niet wat ze nu op dit moment van plan is, maar dat klinkt niet goed, jongens. Oh wel. Ondertussen zijn we aangekomen bij Pinnacle Studio... Pinnacle Rocks. Ja, even een grappig feitje. Voordat ik Magix gebruikte als video-editing-programma, gebruikte ik Pinnacle. En ja, dat heette Pinnacle Studios. Waardeloos programma, echt geen aanrader. Ik ben er zelf echt geen fan van. Maar goed, terug naar het verhaal. Moeder! Ik! Toler! Hebben we het gehaald? Uh-huh. Waar zijn we? We zijn in Pinnacle Rocks. Het lijkt dichtbij Limblum Castle te zijn. Pinnacle Rocks? Limblum? Heeft de Gargant ons zo ver gebracht? Waar is Wilma B, Leroy G en Beatrix? Ik vind het wel leuk. Wilma B, Leroy G. En waar is Sepi? Oh, tuurlijk. Als laatste ik weer. Ik denk dat hij even aan het zoeken is voordat er... Zelda! Zelda, je bent wakker. Goedemorgen. Voel je je in orde?
Waar is iedereen, Zebi? Ik weet niet. Ik bedoel, we zijn best wel ver van Alexandria. We hadden deze route eigenlijk eerder kunnen nemen, maar ja, dat wisten we niet. Maar maak je geen zorgen. De Tentless guys die zijn ook nog eens een keer met ze mee. Dus dat komt wel goed. En het wordt bijna avond en ze zullen nu ondertussen wel bij Treno zijn. Dus denk je dat we een Ashab en Limblim kunnen jatten? Of, ik bedoel, lenen, want ja, ik heb te veel bij jullie opgedragen. Maar Treno is niet echt ver weg. Ik bedoel, we kunnen naar de South Gate komen. Ja, precies. Hallo. Ben jij onze vijand? Ja, dat moet je zelf eigenlijk maar bedenken. Mijn naam is Rimmel. Ik heb jouw naam ergens gehoord. Ik heb jouw naam in een boek gelezen. Het gaat over summoning magie. Jij moet wel gaan moe zijn, de tandergod. Weet jij dat het jouw summon magie was die Clara heeft vernietigd? Nee. Een Edelion volgt zijn summoners orders. Het reageert op de opdrachten die een vrouw met... Ja, het heeft gereageerd op de opdrachten van een vrouw vol met greed en met hebzucht heeft gedaan. Nee, moeder! Ik kan het niet geloven. Ik was, gevangen op het moment dat Kleren was vernietigd. Het is ook niet jouw schuld, Zelda. Ze wisten. En daarom bleven hun achter. Iedereen. Ja, dat is waar. Maar jij bent niet degene die de vernietiging heeft gemaakt. Maar ik moet je vragen. Wat ga je nu doen? Hoi. Als ik weer krachtiger was, dan kon ik summermagie gebruiken. Ik smeek je, alsjeblieft help me. En nog meer vernietiging te brengen? Nee. Ik was eerst bang voor mijn summermagie, maar niet meer. Tada. Vele jaren zijn gepasseerd sinds ik mijn laatste meester heb gediend. Ik moet testen of jij echt het waard bent mijn meester te worden. Ik zal 5 kleine poppetjes van mezelf verstoppen in dit bos. Iedereen zal een stukje van de hero's story bij zich dragen. Verzamel al 5 de stukjes en vertel me jouw verhaal. Als je ze samen hebt en ik ben tevreden met het verhaal, dan zal ik jouw edeljong worden. Maar dat doen wij in de volgende aflevering. Hey Ramu, ik ben je een summoner, dat is mijn tekst. Het spijt me, maar ik weet dat we moeten opschieten. Maakt niet uit, Zelda. Dus doe nog heel eventjes je zin. Ik help ook mee. Doe nog heel eventjes je zin. Dankjewel, jullie twee. Ja, heel erg mooi. Dus beste kijkers, ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit ook wel een interessante aflevering vonden. Eindelijk zijn we dus zover gekomen om summermagie te gaan leren. Maar dat bewaren wij dus voor de volgende aflevering. Dus heb je nog even opmerkingen, leukste momentje, vragen, kun je dat altijd kwijt in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter voor die grandioze ontsnapping als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Hoop, ja trouwens, het is vandaag cool om verder te gaan met de opnamesessies. Dus ik hoop jullie sowieso morgen te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Heb je nog trouwens, dat wil ik nog wel eventjes kwijt. Er is een mogelijkheid dat livestreams weer gaan beginnen. Sowieso, voor de Nederlandse livestreams gaan we dus verder met Mario & Luigi Partners in Time. Maar er is ook nog andere livestreams die dus komen. Dat is de Terraria livestreams met Engelse content. Die komen op ZP20 English kanaal worden die geüpload. En dat is het avontuur met mij, Doomy, oftewel de anime freak en Invader Tech. Waarin dat wij dus 1.3 tackelen in het Engels. Dat is allemaal Engelstalig, dus houden we rekening mee. En tot we dus zeg maar allemaal een class volgen. En tot we dus zeg maar proberen de sterkste worden van de hele wereld van Terraria. Met dat gezegd te hebben, dank ik jullie voor het kijken. En hoop ik jullie morgen te zien bij de volgende aflevering van Final Fantasy. Of misschien zie ik jullie wel in een livestream. Wie weet. Dank jullie wel voor de support. En ik hoop jullie allemaal dan bij de volgende aflevering te zien. Doei!